Jolien Sinema en Laura Bloem, gefeliciteerd met de groepswinst. Ja, hartstikke bedankt. Het was een mooie pool en super trots dat we die gewonnen hebben. Toen jullie de pool in Nederland zagen, hadden jullie toen verwacht dat jullie hem zouden kunnen winnen? Nou, we hadden de verwachtingen, ik had een schouderblessure gehad, dus we hebben gezorgd dat we in ieder geval fit waren. En die verwachtingen een beetje getemperd, maar we weten wel dat alles mogelijk is, dus zo zijn we er ook ingegaan. Okay, want jullie hebben onder andere de nummer 3 van de plaatslijst verslagen. Zit er nog meer in het vat? Jazeker, we weten nu hoe we kunnen spelen en we kunnen dit tegen alle teams laten zien als we willen. Dus we gaan ervoor. Jullie zijn pas sinds het begin van dit jaar een duo. Hadden jullie verwacht dat je zoveel progressie zouden boeken dit jaar? Ik had wel verwacht dat we het snel zouden doen. We hebben het ook niet voor niks besloten, dus ik denk dat we elkaar heel goed aanvullen. Zowel op mentaal gebied, maar ook tactisch. En als we niet die verwachting hadden gehad, dan denk ik niet dat we aan het avontuur begonnen waren. Maar het is wel mooi om te zien dat het ook echt uitkomt, ja. En wat is het einddoel dit toernooi? Eigenlijk hebben we ons doel bereikt, dat is de achtste finale. Maar we gaan eens even om de tafel zitten om dat doel bij te stellen. En dan ga je het nog van me horen. Ja, je gaat niet volmondig gaan jullie zeggen, we gaan die finale halen? Nou ja, ik denk dat we die doelen in stappen moeten doen. Zoals we al zeiden, zaten we met een blessure. En het was nu ons eerste doel om bij de top 10 te horen, dat zitten we nu. Maar ja, dan is het logisch om de doelen weer te verstellen, want we gaan nu niet naar huis. En dan nog iets, jullie wonen en trainen in Den Haag. Geeft dat nog iets speciaals? Ja, we trainen hier elke dag, dus ja, we zijn gewend aan het zand en natuurlijk het publiek wat ons komt aanmoedigen, dat helpt ons enorm en dat geeft ons vleugels. En ook omdat het in eigen land is, veel familie en vrienden op de tribunes? Ja, heel veel en het is heel leuk dat je eindelijk een keer zo'n internationaal toernooi ook met hen kan delen, want je zit natuurlijk vaak in het buitenland en Eredivisie is toch net iets anders en nu zo'n groot stadion en dan iedereen erbij, dat is echt heel leuk. Dankjewel en succes. Dankjewel.